Goedemorgen, het is zaterdag en wij zijn op vakantie. Voor wie me vorige week van het nieuws heeft gezien, wij zitten in Italië. Het is mega lekker weer, dus we gaan vandaag een dagje relaxen rond het zwembad. Het zwembad is perikoud, maar daaromheen is het lekker. En ja, ik neem jullie mee deze week. Volgens mij wordt komende week een beetje af en aan weer. Dus we gaan naar Siena, we gaan naar Lucca. Pisa gecombineerd. Pisa is niet zo leuk hoor, maar ik zwem wel toch wel even graag één keer de toren van Pisa heen. En omdat het kan. We gaan naar Volterra, dus ik neem jullie weer mee. Sven die is even gaan racefietsen. Niels ligt op bed. Hij is heel moe. Hij wilde echt om 11:30 zo slapen. Nou, dat hebben we nog weten te rekken tot net, maar het is 10:01, maar hij ligt nu 20 minuten in of zo. 12:45 lag hij er volgens mij in. Dus ik zit heerlijk hier. Ik heb wel iets aan hoor. Tenminste, ik heb een hemdje gewoon met het mouwtje naar beneden gedaan. Het bandje naar beneden. En ik zit heerlijk. Ik geniet nog even van deze mooie dag. Want hierna wordt het volgens mij weer iets minder. En we hebben maar even zonnebrand gekocht gisteren. Of eergisteren. Want ik had al een klein beetje meegenomen. Maar niet gerekend op dit weer. Dus toch wel handig. Ik heb voor Niels gewoon kinderzonnebrand en volgens deze Nivea Protect & Bronze 30. Alleen normaal hebben we altijd Vision. Ze zei, ja, bestaat hier niet, want hij is ook helemaal enthousiast over dat spul. Dat heb ik ooit getipt door een collega. Mijn vorige zomervakantie heb je hem ook voorbij zien komen. Het is zo fijn, want je smeert je één keer in. De rest van de dag hoef je er niet meer naar om te kijken en je verbrandt niet. Tenminste, wij verbranden niet. Echt super fijn. Dit moet je natuurlijk gewoon regelmatig bijsmeren. Dat spul is fantastisch en ja, het is wel duurder. Het is geloof ik iets van 20 euro per fles. Maar we kopen meestal het wel in de aanbieding. Maar dan nog, het is altijd wat duurder dan zoiets. Alleen ja, je kan met één fles doen, zeg maar. En terwijl dit heb je veel meer van nodig, omdat je veel vaker moet smeren. Dus nou, ik ga lekker een boekje lezen. Ik heb dus een nieuwe e-reader, die Kobo. En daar staat dus ook op hoe lang je er dan nog ongeveer over doet. Er staat dat ik nog 3 uur te gaan heb. Dus ziet dat. Lees ik denk wel uit vandaag. Of vanavond of zo. Heerlijk. Ik kwam eerder ook niet echt toe aan boekjes lezen. Maar ja. In zijn slaapje is dat wel heel lekker. Dus ik ga even genieten. Trouwens nog wel een grappig feitje. Is dat Italianen ons heel raar aankijken. Als wij dus. Ik liep vandaag gewoon in een jurkje zeg maar bij de supermarkt. Maar zij lopen hier echt oprecht nog met winterjassen aan. Maar het is echt, echt heel warm. Het waait ook bijna niet. We waren 2 dagen geleden in een dorpje. En daar liepen gewoon kindjes met mutsen en sjaals om. Het is zeg maar boven de 20 graden, jongens. Blijkbaar hebben wij Hollanders een iets ander gevoel bij wat warm is. Verder ben ik alleen op het park. Met Niels en de baby in mijn buik. Want ik zag dat de eigenaren boodschappen gingen doen. De mensen die daar verderop zaten, die zijn vandaag vertrokken. En zij zijn denk ik een dagje weg, want ik zag de auto niet. En andere mensen zag ik ook hun auto niet van staan. Dus ik bewaak het fort. Wij zitten in de auto en we gaan naar Volterra. En het is echt lastig, prachtig. Het mooiste stuk heb ik nog niet gefilmd, maar... Nee, ze dacht, nou, ik kan het wel even laten zien. En het weer is fantastisch. Die man vroeg al of we naar het strand gingen. Maar dat hadden we vandaag kunnen doen. Daar hebben we niet over nagedacht. Het staat nog wel op ons lijstje. Maar het hangt natuurlijk wel een beetje van het weer af de komende week. Maar vandaag is het nog heerlijk. Ik heb wel een spijkerbloesje aan. Maar dat had in principe niet zo goed. En in Volterra gaan we gewoon even rondkijken. En dan een ijsje eten natuurlijk. En lunchen. En dan gaan we weer naar het huisje. Dus ik neem je mee. En hier zijn we dus helemaal heen geklommen. Dat is een oud amfitheater. Ja, kom maar aan, lieverd. Ik heb pijn, jongens. Why? Het is wel heel mooi. Ik zie, ik was even naar het toilet, want ik hou natuurlijk geen 3 seconden, hou ik het vol. Maar ik zie dat Niels al een hele mooie ballon heeft gekregen in de zin van een evenement. Maar het is echt een plaatje hier. Ik
Wij zitten te eten bij La Vecchia Lira. Volterra, die stond in de top 10 van de hele lijst, toch? Van plekken waar we moesten eten. Nou, het heet zo, La Vecchia Lira. En ze hebben dus allemaal, het is self-service, tenminste, ze scheppen het wel voor je op. Dus ja, dit hebben we. We zijn even bij een aftandse speeltuin, maar Niels wil er graag even heen. En nou zegt Sven dat als ik op dit bankje ga staan, dat ik dan het huis kan zien. Dus ga ik weer een foto maken. Oh, maar niet. Dat is mijn ballon. Het is echt een speeltuin waar alles aan kapot is. Maar goed, ik ga nu op dit bankje klimmen. Dat is altijd een goed idee. Mijn buik. Oké. Okay. Ik denk dat dat het is. Nee, dat is het niet. Het ligt verder daar. Oh, daar denk ik. Oh, dat zien jullie niet. Daar denk ik. Kleine Ubertracker door de bossen. Nou, zoals je ziet zijn we weer thuis. En Volterra vond ik vooral qua, zeg maar, qua ligging heel mooi. Maar San Gimignano is qua plaats wel echt indrukwekkend. Dus als je moet kiezen zou ik zeker naar San Gimignano gaan en niet naar Volterra. Maar het lag wel echt prachtig op de berg. Ik zal het even laten zien. Kijk, het ligt dus daar boven op de berg. Het is wel echt prachtig. Wij gaan even borrelen. Goedemorgen. Vandaag is het beduidend minder weer. Ik weet niet of je het kunnen zien, maar het regent pijpenstelen. Dus wij gaan lekker even hier ontbijten. En dan moeten we maar even zien wat we hiermee aan moeten. Dit is wat ik aan heb. Blouseje van Zara. Jurkje is al oude collectie, maar volgens mij van Vermoda, dacht ik. Dus, en mijn Vans. En mij even een panty. Dus wij gaan even ontbijten. Dit is aan het bouwen. Pistool. Met de manier van het hotel. Dus ze hebben zijn karretje al ingepakt. We zijn nog even in die bijzondere winkel. Maar omdat het zo'n regenachtige dag was, dachten we van nou, dus een uitje, dan kan hij iets uitzoeken. We moeten alleen nog even kijken wat precies geschikt is. Maar op zich, wat hem betreft, kunnen we alles in het wagentje. Maar nou loopt het gewoon weg. Dit was een van de opties in zijn wagentje. Het is leuk dat die gebeurt. Goed. Wordt iets anders. Goedemorgen, wij zitten weer in de auto. Het is... Dinsdag. Hoor ik hier op links. En het zou regenen en zo, maar valt alles mee, zoals je ziet. Ik heb slippers aan. Verder wel lange mouwen aan. Sven is een korte. Maar ik heb trouwens ook een keer zo. Ja, het is maar één keer zomervakantie, zo is het. Ook al is het in april. Wij gaan naar het strand vandaag. We gaan naar het strand vandaag. Het is altijd een beetje hobbelig en bochtig. En we gaan gewoon een ochtendje en dan er is ergens is de, een laan van, wij vinden cipressen fantastisch en er is ergens een laan 5 kilometer lang met allemaal cipressen ernaast en wijnboertjes en zo. Dus daar gaan we ook nog even heen. We wilden eigenlijk naar Luca gaan, maar ja, we hadden toch bedacht dat is toch iets verder rijden dan we hadden ingecalculeerd. Dat is zeg maar bijna 1,5 uur rijden. En ja, serieus. Wij zijn er al geweest. En ja, met Niels kan je daar natuurlijk ook niet zo heel veel doen. Dus we dachten, ja, dan ben je 1,5 uur terug om daar vervolgens een paar uurtjes te zijn. En ook nog te eten en zo. Dus we dachten, misschien moeten we dat gewoon niet doen. Dus dat gaan we niet doen. Dus we gaan nu lekker naar de beach. Dus ik ben benieuwd. Dus een uurtje rijden. Oh, en we zagen net een fazant langs de weg lopen. Super mooie beesten. Ik hou niet zo van vogelachtigen. Maar een mannetjesfazant is mooi. Excuse me. Mannetjes hebben heel veel kleuren. Dus ja. Ja, je ziet er ook heel veel dode beestjes langs de weg liggen. Maar door deze... Lekker wel op burgerbericht. Op burgerbericht. Op burgerbericht op de vroege morgen. Ja, het is wel zo.
Ja. Hoeveel dieren? Ik heb pas één dode dier aan het trekken. Nee, dat is niet waar. Nou, ik heb wel meer dode dieren gezien. Nou, goed. En ja, ook heel veel. Struikelt erover. Nee. Zelf ook al 5 dood gereden. Nee, helemaal niet. Wij rijden heel niet zo mee. Goed, genoeg gelachen. Tijd voor een ritje. Blik op de chauffeur die helemaal lijp wordt van een muggenbult. Ja, dat is het voordeel aan zwaar zijn. Je wordt zeg maar niet gestoken. Wat? Ja, het heeft ook andere dingen. Ik ben trouwens vandaag 28 weken zwaar. Mocht iemand zich afvragen. Dus het derde trimester. Ik val om. Ik heb me vanmorgen al gesneden met scheren. Ik zie het ook gewoon niet meer. Het is het leven. Maar ze is heel, heel, heel bewegelijk. Veel. Oh, een havik. Oh, ik weet niet of ik denk dat hij net niet op tijd scherp stelde. Maar die leeft ook nog, jongens. Zeker dat het een havik was. Was het geen havik? Het was geen duif. Hij met de kenner op de connoisseur op het gebied van vogels. Niels aan het zwaaien. Ben je aan het zwaaien? Ik kan wel. Oh, daar naartoe. Nou, we zijn. Dit is ons alternatieve plan. Dit is de weg naar Bulgari. Hoe je het dan ook uitspreekt, Bulgari. En deze is een weg die dus 5 kilometer lang alleen maar van die prachtige cipressen heeft. Dus ik denk dat dit in de zomer heel druk is. Ik weet niet of ik al had laten zien wat Niels heeft uitgekozen uiteindelijk. Maar dat was natuurlijk een brandweerauto. Dat is eigenlijk vanaf 3 jaar. Dat is mooi hè Niels? Wat heeft de brandweerauto allemaal? Ik heb een nog. Oh, weet je het even niet. Kijk! Help! Help! Er staat dus ook deze poppetjes bij. Help! 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 Brandweerman Sam! Kom, ik heb een ladder nodig. Oh, net is de pot. Er zitten dus ook allemaal van die kleine dingetjes bij, dus moet je wel een beetje in de gaten houden. Ik wil niet helpen. Wil je niet helpen? Nee. Oh, dan vraag ik Batman. Batman, kan jij me helpen? Ja. Ik heb al je bed. Hij staat op het dak en hij kan er niet meer af. Ga jij hem eraf halen? Ja. Oh, dankjewel, Batman. Meestal wordt dus de ladder van het dak gepakt en die wordt hier tegen aangezet. Maar het is in ieder geval een hit. Hij heeft de hele terugreis met de auto's, ongeveer 20 minuten heeft hij met die doos in zijn handen gezeten en naar hem gekeken en bewonderd. Ik zie dat mijn batterij waren leeg, dus die ga ik even opladen en dan neem ik jullie morgen mee. Het was vandaag niet een hele spectaculaire dag, ik weet ook niet wat het morgen wordt. Ik kan een taartje eten! Oh! Donderdag gaan we naar Siena. Dat vinden we fantastisch, dus dat gaan we zo doen. En ja, Lucas staat dus waarschijnlijk over. Goedemorgen, het is woensdag en het is weer bewolkt. Er is heel veel regen voorspeld, maar het ziet er nu nog gelukkig oké uit. We wisten niet goed, op de achtergrond hoor je brandman Sam, dat is niet onze grote held tegenwoordig. Maar we wisten niet goed wat we moesten doen vandaag, want we hadden eigenlijk niets gepland. Maar ja, met dit weer, het is niet echt lekker weer om buiten te zitten. Dus we gaan toch maar even een beetje in actie komen. Dat wil zeggen, Sven gaat nu fietsen. In Niels' slaapje gaat hij zijn fiets wegbrengen. En dan gaan we daarna naar een of andere soort indoor speelding voor kinderen. Dat leek ons wel. Dan heeft Niels ook echt zeg maar even een iets speciaals deze vakantie. En morgen gaan we naar Siena. En dan vrijdag alweer inpakken en dan zaterdag vertrekken alweer. En Sven heeft even de visualis mee. Dat is een stuur. Ze scheiden hier afval, wat heel goed is. Dus dat doen we ook. Maar we hebben het niet natuurlijk voor elke dag
een volle zak als we alles scheiden. En ja, die luiers wil je niet in huis hebben. Ik heb er wel van die geurzakjes omheen. Tenminste, van die niet-geurzakjes. Maar toch. Dus we gaan nu even fietsen. Dat betekent dat Niels even wat meer achter de teller gaat zitten. Omdat ik kan het gewoon niet 2 uur lang. Dus je gaat hem nu even achter de teller. En dan gaan we straks gewoon even lekker een rondje hier lopen. En een beetje de bal schoppen. En mijn buik is zo immens. Het is toch niet normaal, jongens. 28 weken. Wel alvast even de boodschappen besteld. Het is inmiddels 12 uur en de voorspelde regen die is nergens te bekennen. Wat op zich heel fijn is. De heren waren hier net aan het voetballen, dus ik moest me even aankleden. Maar ja, nu zie ik ze niet meer. Oh, daar komen ze aan, denk ik. Zie je daar een klein geel ballonnetje achter. Ik denk dat de voetbal een beetje verder was gevallen. Dan gaan we even bouwen. We hebben deze doos, ik weet niet of ik dat al gezegd heb, maar geleend van de mensen hier. Amazon main. We zijn bij een indoor speeltuin. Ja, Niels is helemaal in zijn element. Wij hebben een mooie patas aan. Nou, hij kan niet kiezen. Het skelters, fietsen, dit, alles. Nou ja, hier van alles. Het is ook voor baby's en zo. En hier nog van alles. Een groot feest. Dus hij kan gelijk gewoon zijn hart ophalen en wij gewoon een folietje of zo. Wij zitten te dammen. Heb jij een gitaar? Niels heeft een oudere vriendin ontdekt hier. Ze duwt hem rond, ze tilt hem. Oh, ik geloof dat hij het liever niet wil. Hij zegt ook steeds, ik ben al heel groot. Ze hebben dus heel vaak geen slot, tenminste er zit wel een slot, maar geen sleutel, in het toilet. Heel fijn. En het licht ging echt na 10 seconden of zo wel uit, zo'n keer in het pikken donker. Het is ook nog een gemengd toilet, dus dat is helemaal top dat de deur niet dicht kan. Maar dat is vast mijn outfit vandaag. Nou, we waren net in die speelhal en het was een groot succes. Een doorslaand succes. En ja, voordat je dan weer thuis bent en hebt gegeten. Dus Sven is nu aan het koken, maar tipje misschien is, ik had verse puree gekocht bij de Lidl hier. Een bak zeg maar voor 4 personen en daar heeft hij gewoon een aantal keer, dus iedere keer als we het net niet op tijd redden om hem al eten te geven, deden we dat met een groente er doorheen en dat vindt hij super lekker. En daar heeft hij dus nu een keer of 3-4 van gegeten en nu is het op. Dat vindt hij fantastisch en dan zit hij dat alvast lekker te eten en dan eet hij daarna nog wel wat met ons mee, maar dan heeft hij wel al zijn groente en aardappels gehad. Hij vindt dan toevallig puree heel lekker, maar dat je dus altijd iets hebt wat je makkelijk even alvast kunt serveren. Maar hij heeft ook een hele komkommer op vandaag. Ik weet niet of dat heel erg oké is, maar hij wilde maar meer en meer. Ik dacht, nou ja, prima, dan maar een hele komkommer. Het is bijna water, toch? Wat? Ja, het is bijna water, zo is het. Wat ga je doen? Wat dan? Oh, ze gaat even rozemarijn plukken. Weer naar aapjes. We hebben een beetje een restjesdag vandaag. En morgen eten we. Lunchen we lekker in Siena, dan eten we gewoon een soepje 's avonds. Even mama. Oh jee. En later gaan we uit eten. Ergens. En Sammy. Wij zitten weer in de auto. Daar zie je San Giuliano in de verte met die torens. En wij gaan vandaag naar Siena. Oh, Sertaldo, daar hadden ze het vandaag over. San G. En en ik voel me niet echt fantastisch. Ik was een beetje ziek vannacht. Was zo'n buik, niet van de baby hoor, maar gewoon iets verkeerd gegeten. Maar nou ja, we gaan het gewoon proberen. Gaat niet, gaat niet. En
Nou, wij zijn in Siena. En krijg een beetje. We hebben de auto neergezet bij San Cristina. Oh, komt daar een auto? Nee, de smalle straatjes. Dat is heel fijn, want vanaf daar kan je. Moet je wel een stukje klimmen, maar dan kan je daarna met roltrappen helemaal omhoog. Dat is voor mij natuurlijk wel prettig. Dan gaan we prachtige Duomo. Daar zie je de toren al. De heren lopen voor. En dit is hem dan, de prachtige Duomo van Siena. En het is nog niet zo druk, dat is heel fijn. We zijn in de Duomo. Ik ga verder niet filmen, maar een stukje van de prachtige grond. En die is toch een heel goed stil als eigen kerk, dat is echt heel lief. Ik ga van wel altijd tot de kuchen. Even het kon zien, de zon schijnt. De schaduw. Dat was er echt prachtig. Ja, ik ga daar binnen, wil ik niet filmen. Het staat trouwens niet dat het niet mag, maar voor een reden voelt dat nooit helemaal goed. Een heel klein stukje van de grond gefilmd en een klein stukje van Niels. En nu gaan we eventjes eten, het is 1:30. Bij een soort iets met paninis en zo. Niels gekke tosti's, dus we dachten, vindt hij misschien wel lekker. Dus toetje natuurlijk een ijsje. En mensen kijken altijd een beetje gek als je op straat aan het vloggen bent. Zeker in Italië. Ze kijken me sowieso al raar aan. Blond, vlogcamera, zwanger, lege buggy, want ze zijn het Niels in zijn handen. Maar het is zo mooi, echt prachtig. En het is heel rustig nu. Dat is wel echt het voordeel van in deze. Ik heb trouwens nog een sjaal om, het is niet echt nodig eigenlijk, maar te lui om af te doen. Zo lopen de heren dus de hele tijd. Dan loop ik zeg maar hier mee. Maar het is wel handig voor als je gaat slapen. Dan kan je hem gewoon neerleggen en dan kan je gewoon slapen. En Niels loopt ook al gewoon stukken zelf, maar ze weten dat het altijd te langzaam gaat. En die vindt het heel leuk om te tillen. Dus dan lopen ze zo. Wij zitten lekker even op het grote plein waar ook de paardenraces zijn. Palio. Palio, wat? Palio. Palio. Niels. Nou, Niels gaat inbreken bij de fontein. Hij zit niet zo hoog vast. Ja, daarom. Daar is er al bijna doorheen. Goed, dit is het plein. En Niels is al door het hek heen. Het gaat niet helemaal goed. Inmiddels is het gaan regenen. En heb ik inmiddels ook heel veel pijn. Waggel, waggel. Het is nu 4:10, dus we gaan huis aan. We hebben net nog een bui. Het was hè, droog en zonnig. Maar het gaat niet meer met moeken. Wij zijn thuis. Ik heb mijn haar gewassen. Heerlijk, dat moest echt wat dagen. En het is nu zo mooi buiten. Dus de sun is al vast. Maar ik dacht, laat het ook even van jullie zien. Kijk eens, de zon op de bergen. Hoe staat in te breken bij de buren? Dus het is echt prachtig buiten. En we hebben net gewoon soepje gegeten. En ik ben heel gaar en ik heb pijn. Maar het was heel leuk in Siena. Weer. Love it. Ik ga nog even foto's maken nu. Met een papieltje. Ik loop dus al in mijn Henny huispak. En we gaan zo lekker Niels naar bed brengen. En dan gaan we weer een aflevering Ik Vertrek kijken. Dat is ons nieuwe ding deze vakantie. We kunnen natuurlijk nog niet echt s'avonds buiten zitten. Lekker met een wijntje. Ik sowieso niet met een wijntje. Maar we kunnen nu gewoon nog niet lekker buiten zitten. Dus we zitten gewoon s'avonds binnen. En dan de eerste week hebben we volgens mij vooral boeken gelezen. En toen zagen we ineens op BVN. Dat zenden ze hier uit. Zeg maar die omroep zeg maar. Die als gewoon met Nederlandse programma's in het buitenland. Gewoon van de Nederlandse zenders. Goed verhaal dit keer, een goed verhaal. Anyhow, dat zaten we te kijken. Toen kwam Ik Vertrek. Ik dacht, oh dat is leuk. Dus nu zitten we allemaal in Ik Vertrekken te kijken. S'avonds. Dat is heel leuk. Ook. Beest. Hoor je dat? Ik weet niet wat het was. Ik ga even een foto maken. Goedemorgen, het is
vrijdag. Onze laatste dag hier. Dat wil zeggen, morgen vertrekken we. En het is super lekker weer. Ik heb een jurkje aan. Ik heb nog wel een vestje overheen. Ik heb weer echt vreselijk belabberd te slapen. Nog steeds last van mijn buik. Van mijn darmen. En ik slaap gewoon heel licht. Dus ik denk dat hoor ik dus Svenny aan douches. Onze buren gaan vandaag weg. Dus Niels is nu nog even met de kindjes aan het spelen. En ja, wij gaan gewoon een rustig dagje hebben. We gaan even lunchen. Waar we al een keer hebben geluncht. In een dorpje verderop. We wilden eerst uit eten vanavond. Maar ja, weet je. Voordat we dan thuis zijn. En we moeten morgen heel vroeg weg. Dus ja. Oh, ik moet even shampoo pakken. Ik weet wat voor shampoo. Maar goed, ik heb make-up omhoog gesmeerd. We gaan er gewoon weer voor. Team no sleep. Nu al. Ik ben heel sterk aan het spelen. Hij heeft hier allemaal stenen verzameld. En Niels is hier nu ijsjes aan het maken voor mij. Ja, ijverig bezig. En dan krijg ik ijsjes. Zo, ik hier lekker zit. We zitten weer in de auto. De zon schijnt, de lucht is blauw. We gaan even lunchen. Prachtig. We rijden dus nu helemaal naar boven. Naar Volterra. Maar hier word ik dus niet heel blij van tegenweer. En dit valt nog mee hoor. Ik kom nog een erger stuk aan straks. Maar kijk eens wat mooi. Hele mooie natuur. Dit heb je hier dus ook vaak hoor. Een stoplicht. Dat je denkt op wie staan te wachten. Maar dan komt er daar dus zeg maar echt een heel smal stukje aan. Daar kunnen ze echt niet twee langs. Maar hij stond eerder, toen we hier eerder waren, stond hij een stuk omhoog. Dus ze hebben blijkbaar wel iets gedaan. Dus dan moeten we wachten tot hij groen wordt. Domtidomtidom. Wij zitten weer bij La Vecchia Lira. Ik heb gewoon een simpele pasta en dacht dus rustig voor een buik. Niels heeft inmiddels meer bestek dan eten. Ik heb die zelf uitgekozen. Ik ook helemaal onder en Jan ook steeds maar. Maar moet je kijken wat er allemaal binnenkomt. Hele schoolklasse. Dankjewel. Als toetje hebben we nog een Italiaans ijsje. We zijn in het huisje. En dat is even aan het voetballen. Ook naar buiten? Ja. Ook zo voetballen. Waar kan Nou, nog even een laatste blik op het prachtige zwembad. Jammer dat het een beetje te koud was. Maar het ziet er wel prachtig uit. En het, nou, het was echt een heerlijke plek om te zijn. Wij gaan zo de laatste dingen inpakken. Niels nog even douchen. En wij zelf ook even douchen, want dat gaan we morgenochtend niet doen. En dan gaan we lekker op de bank ploffen en dan morgenochtend vroeg rijden. En we zijn hier dus nu helemaal alleen. Dus we hebben echt letterlijk niemand. De eigenaren die zijn gewoon naar hun huis. En de andere mensen zijn ook naar huis. Dus it's our mansion now. Zo. Ik praat even zacht, want Niels zit hier naast te slapen. Het is heel gehoor. Maar alles is ingepakt. Alleen hier moeten de toiletten nog in. En dan is het klaar. Dan hebben we gewoon allebei een handbagagekoffertje. En Niels ook. Gaat dan op het laatst om mee te ruimen en deze neem je dan gewoon mee in het vliegtuig zelf. Goedemorgen allemaal, wij zitten in de auto, het is super regen en we gaan nu naar het vliegveld rijden. En ik heb weer heel slecht geslapen, dus dat is heel fijn. Ik zie hier ook aan mijn mooie ballen, maar die ga ik straks even bedekken. Ik heb make-up in mijn tas zitten, dus dat ga ik zo eventjes doen als ik op een rechte weg zal. We zijn wel mooi bij zonsopkomst aan het rijden. Het is echt prachtig. Wij zijn op het vliegveld. Nu is even onze fiancé aan het doen. We zitten
te wachten met de spulletjes. Oh ja, mooi. Hoeveel zijn dat er? Hoeveel muntjes zijn dat? 5, 6, 7. Goed zo. Wij zijn weer thuis. Home sweet home. Ik heb even gedoucht, want dat hadden we vanmorgen niet gedaan. Heel goed, lieverd. En mijn ouders komen zo even, want die zijn een maand in Mexico geweest. Dus die hebben we een maand niet gezien. En ik ga de vlog van vandaag afsluiten. En dan wordt de vlog van komende week een hele korte weekendvlog. Maar daar laat ik wel eventjes zien hoe het nu, hoe de kamers nu zijn. En laat ik even kort, ik heb een aantal dingetjes geshopt. Dat soort dingetjes, morgen komen nog wel een aantal leuke dingen. Maar ik ben nu toch te gaar, het wordt toch niet meer leuk. En dan begin ik gewoon nu mijn weekendvlog van dit weekend. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week weer bij een nieuwe vlog. Doeg!